Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Far Cry 4 Let's Play aflevering hier op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan natuurlijk vandaag weer een missie spelen. Ik sta hier namelijk voor de deur van missie nummer S. En we gaan weer verder. Dus let's go. Hoi hoi. Ik ben benieuwd. Ik weet niet waar van de S is. Oh. Wow, what the heck. What the fuck is hier nou weer aan de hand? What happened to him? He fell. Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Enough is enough. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters. Kan ik doen? Broadcast locally. Except. Zijn arm is sowieso gebroken en zijn hersenpan is helemaal in elkaar geramd. Step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. No. I promise. I won't. Oké, dan gaan wij dus nu naar de toren toe, want we moeten die vent even helpen, man. De toren zit recht voor ons, die had ik al gezien. Daar, recht voor ons. Als het goed is, moeten we daar naartoe. Proganda machine. Ja, kijk eens aan, ik wist het wel. Oké, nice, man. Dan kunnen we die, Stop nou alsjeblieft met zingen. Ik kan er zo niet tegen zien, want het zit een neurie. Oké, dan pakken we die vlieger. Daar wil ik wel eventjes mee vliegen. Zo, wat ben jij nou weer aan het doen hier? Is alles goed? Laat de doosjes vallen. Oh. Oké. Grijp je vast aan het tokkeltouw door te springen met X. Ja, maar dat... Oh, wacht. Lopen daar nou enemies? Even kijken. Ik moet daar naartoe. Of... Oh, ik moet met het tokkeltouw. Oh, shit. Ik wou met die vliegen, man. Ja, dat moet met het tokkeltouw, want daar zitten allemaal enemies. Dus die moet ik vermoorden. Er staat er volgens mij ook een quad. Verder zie ik er nog één. Oké, dan gaan we wel tokkeltouw gebruiken. Die gebruiken we volgende keer, ja? En nu tokkeltouw. Kom erop. Al die kutvlaggetjes. I'm coming! Ik weet niet of die bij me horen, by the way. Ik denk het niet, als ik eerlijk mag zeggen. Oh, wacht, die hoorden wel bij me. Aight. Super vet. Hey, vriend. Gaat alles goed met jou? Oh, ik kan met hem ruilen. Ah, dan kan ik dus ook gewoon munitie en alles kopen. Oh, super chill. Hebben we gewoon een RPG in zijn ding zitten? Nee, ik hoef niks te kopen of te verkopen. Althans, eigenlijk wil ik wel wat verkopen, meneer. Want ik moet eventjes wat ruimte in mijn rugzak hebben voor als ik daar dingen vind. Oké, even verkopen. Klassieke porno, nou dat hebben we niet nodig. Doei. Een spork, dat is een vork. Ook niet nodig. Huid van blauw schaap, nou die hebben we wel nodig, want dan kunnen we dingen verkopen. Pieper. Pieper de piep. Tegenwoordig op alle fronten ervoor... bijgestreept, maar begin jaren 90 waren ze populair onder... Ja, dat hoef ik toch niet, dat is een kutpieper. Heroïne, nee, hoef ik ook niet, sorry. Serieus? Bloedje, nee. Oké. Anticonceptie, nou. Ik denk niet dat ik die nodig heb. Dat is een klein vermoeden hoor. Ik denk niet dat ik die nodig heb. Opiumbal, dat is toch ook drugs? Ja, dat hoef ik dus ook niet. Kindertekening. Brieven van... Oké, die hou ik wel. Brieven van mama hou ik wel. Die ga ik niet verkopen. En paarsblad. Nou ja, de rest hou ik wel. Oké, dankjewel meneer. Oké, let's go. Gassen maar. Kijk uit. Dat was niet zo handig van je, vriend. Oh, ze zijn er aan het schieten. Ik rij maar snel door. Ze zijn er aan het schieten, man. Ik ben niet weg. Oké, hier is het dus... Ik zie een ongeluk gebeurd. Wacht, stap eens af. Stap... Oh, ik... Ik laat hem op de kant vallen. Nou, ook goed. Er is hier een ongeluk gebeurd. Nu ik hier toch ben, kan ik net zo goed even kijken. Oeh. Thanks. Alles goed met jou. Oh, hier zijn ze gevallen. Dat is die vent. Die is ook gevallen. Dat is niet zo chill. Anyway, we moeten hier naar boven met onze haak. Dus, woep. En dan kunnen we dus nu naar boven. Let's go. Kan ik die haak ook weer meenemen? Want als ik die haak hem meeneem, zal het best wel handig zijn namelijk. Oh. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Ik dacht, misschien kan ik hem meenemen. Oké, laat maar zitten dan. Er liggen daar ook allemaal doden. Dus er is hier sowieso iets gebeurd.
Wat heb ik eraan om hier naar beneden te gaan? Ik moet naar boven, jongens. Wacht even hoor. Ik ben even aan het kijken, want... Moet ik daar die haak gebruiken? Ah, ik snap hem al. Ah! Oh shit, wacht. Wow, 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 hij vliegt ook gewoon, hè? Woep! Zo doen wij dat. Oké, uit man, dat is super vet. Ik zat al te kijken van... ik moet toch... ik moet toch naar de overkant toe, maar je moet dus alles met die haak doen, blijkbaar. Ja, zie je wel, je moet alles met die haak doen. Oké dan. Oké, super vet. Woehoe! Oh, kan ik daar op staan? Ja, toch? Woehoe! Oké, dan staan we nu hierop. Dan kunnen we hier weer verder naar boven. En dan kunnen we weer naar boven klimmen. Zo. Klimmen, klimmen, klimmen. Ik hoor wel mensen praten hier naast me, dus ik moet wel opletten dat er waarschijnlijk ook enemies zitten. Oh shit, dat is een bijen, serieus. Klokkentorens. Bereik de top van een klokkentoren om Pagan Min's propaganda-signaal te kapen. Bevrij de klokkentorens, verwijder de mist. Dat is dus het ontdekken van de map. Op de kaart en bieden toegang tot gratis wapens en zorgen voor nieuwe optionele opdrachten. Hey, alles goed, jongen. Oh shit, hoe ram ik in dit spel? Oh, wacht, dat is de andere knop natuurlijk. Dat is die knop. En dan kon je dat niet even zeggen, man. Ik drukte op de verkeerde knop. Ja, ik vermoord ze wel allemaal. Waar zitten jullie dan? Zitten jullie helemaal boven of niet? Een flauw idee als je zei. Hoe hoog zitten jullie? Hoe zitten jullie onder me? Oh, jullie staan gewoon naast me, joh. Kun je dat niet even eerder zeggen? Ik zit hem te zoeken. Ik dacht dat die... Nou, dat was hem alweer. Ik dacht dat die boven stond, maar hij stond dus gewoon naast me. Nee, kan ook. Oké, let's go. We kunnen nu helemaal naar boven, man. Oh nee, hè. Oh yeah, zo doen wij dat. Oh ja! Hou je mond nou, mevrouw. Ik wil dat ding nog stoppen ook, want het is echt een scheid. Huh. Omhoog. Kijk eens aan. Nieuw. Als je naar beneden flikkert, jongen, holy shit. Nog hoger. Oh, kijk, hier zit een trappetje. Kijk eens aan. Zo. Ik hoor al een adelaar. Het geeft aan dat je lekker hoog bent. Kijk maar, daar gaan ze. Oh, ik zie al deze veertjes vallen. Lekker. Er zijn ook allemaal van die kistjes. Die gaan we even allemaal openen. Voor extra... Shit. Maatverband. Hé, daar heb ik heel veel aan, man. Oké, en hier kan ik die stomme shit uitschakelen. Oké, dan schakelen we hem uit. Kabam, zo doen wij dat. Kaputos. Op de 1 van de 17. Er zijn er 17 torens in totaal om de hele map te zien. Oh. Oh, dan zie je het hele gebied. Dat is vet, man. Dan zit daar een kampie. Hallo. Oké, die hoort dus bij ons. Dat is een kampie die bij ons hoort. En hier zit een kampie die niet meer van ons is. Want die is zo te zien op dit moment onder aanval. Dit is een Kira schuilplaats. Oeh. Nice. Oké dan. En nu kan je dus de map hier ook zien. Je ziet ook op de map waar de dieren zitten. Dus hier zit zo'n dier. Hier zitten die kutapies. Hier zitten herten. Dus als je een bepaalde huid nodig hebt om iets te kunnen upgraden. Dan moet je dus naar die bepaalde locatie gaan om die beest te vermoorden. En dan heb je die huid. Als je die nodig hebt. Misschien heb je die niet nodig. Misschien wel. Dat weet ik niet. Oké. Nice. Missie voltooid. Zo doen we dat. Snelreis is beschikbaar. Ja, maar dat doen we niet aan. Tokkeltouw gebruiken. Woep woep. Zo, dit ding gaat snel naar beneden, man. En loslaten. Dank je. Wat? Oh. Hello? Hallo? Vin, is that you? Ja? There's nobody here by that name. Damn it. He's overdue. Who is this? Who is this? AJ Gale. And who is this? Ajay Gale? One moment. Ajay. Right, I know who you are.
I'm Gopal with the Golden Path. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop site now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. Okay, let's go. We moeten de supplies ophalen. Je ziet het op de minimum aangegeven worden. Dus let's go, gassen maar. Voordat het leger er is. Dus het houdt ze in dat het leger er ook in de buurt is. Wow, wow, wow. Ik moet nog even mijn skills in het rijden verbeteren, man. Maar dat komt wel goed. We hebben alle tijd. Ik blijf wel even over de weg rijden. Om naar die locatie te komen. Want we moeten er zo snel mogelijk zijn. Oké, okay, hier is locatie nummer 1. We kunnen niet naar boven rijden. Dus... Stop, 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 stop. Oké, okay, let's go. Rennen maar. Misschien konden we wel naar boven rijden als ik nu zo kijk. Maar dat maakt niet uit. Moeten we hier serieus? Moeten we serieus daar naartoe? Ah, man. En dan gaan we maar naar beneden, hè. Naar beneden. Op de... Got the first package. Great. First package. Good luck. Dank je. Sowieso bij die volgende zitten er vijanden, man. Vuurrood blad. Er staat hier weer een auto. Kunnen halen we dat autootje voetjes op of die quad. En dan kijk uit dat je niet valt. En dan kunnen we naar de volgende locatie toe om dat volgende pakketje ook te verzamelen. Oké, okay, gassen maar. Kijk voor de dieren. Sorry jongens, kijk uit. Hey, niet meer aanvallen, kijk uit. Okay, deze die horen bij me. Kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit, kijk uit! Jezus Christus man, ik ging voor jou aan de kant. Oké, okay, 200 meter naar de volgende locatie. Dus moeten we snel zijn voordat het leger er is. Dus gassen maar, off-road, hier gaan we. Woop! Lekker. Lekker off-road. Hier heeft hij al die bomen neergezet, man. Het idee was om hier allemaal bomen neer te zetten. Dan kan ik toch niet normaal rijden. Oké, om naar boven. Oké, we zijn er. Uh-oh. Dat is nou niet zo chill. Ga jij eens daar eens heen? Nee, 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 nee. Ik moest wel, man. Hij ging niet weg. Eigen schuld, dikke bult. Ik moet hier naar binnen, hoor. Ik weet het, maar... All right, I got them all. That's fantastic. Please, hurry and deliver them to this location. Wacht, wacht, wacht. Thank you. Waar is het dakje op? Ik heb helemaal het dakje op? Nee, kut. Oh, shit! Shit, we hebben tijd! Oh, nee! Wie heeft dat ge... Ah, shit, we hebben tijd. Ah, oh, kut, ik zat te kutten. Oké, dan gaan we maar gassen, denk ik. Oh! Dat ging helemaal goed. Dat ging helemaal goed. Waar moeten we helemaal naartoe, joh? Sowieso, we moesten op die berg blijven, dat weet ik. Maar we moeten nu in ieder geval weer omhoog zitten komen. Oké, omhoog, kwad. Kom op. Ah, kut, dat haalt hij niet. Serieus. Serieus, kwad. Kom op, man, je bent een kwad. Je hoort dit te kunnen. Goed zo, jongen. Fuck it, nu ben ik sowieso te laat. Ik ging van die berg af omdat ik daar mensen vermoord zou worden. Dus ik dacht van, weet je, YOLO. Ah, nog 50 meter, ik heb nog 30 seconden. Dat gaan we sowieso halen. Ah, we halen het gewoon terwijl we lopen. Nice. That's how we roll. Hoppatee, we hoeven die hele quad niet te gebruiken. Here with your supplies. Hoi. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. Oké. I can't come in. We are preparing a top secret operation in... Oh! Oh! Jezus, je moest me even binnenlaten, man. Wat een mogol. Wauw. Ik sta voor die deur met hem te praten en ik word opeens aangevallen. Lekker, man. Sorry. Oké, nu kunnen we naar de A toe om de volgende missie weer te gaan doen. Ik hoor wel mensen schieten. Wacht, ik ga eventjes kijken, man, wat hier aan de hand is. Wat is hier aan de hand? Ik kom jullie helpen, jongens.
alsjeblieft jongens, ik heb jullie gered. Althans, ik denk het niet, maar ik heb het geprobeerd. Is dat goed genoeg geprobeerd? Zo. Rugzak bijna vol. Kijk, dat bedoel ik dus. Tadaa. Als je rugzak dus vol zit, dan kun je niet meer andere shit oppakken. Maar de aapjes leven nog wel, man. Maar alle mensen zijn dood. Waar is dat aapje dan? Ik hoor een aapje. Wow, alles gaat in de hens hier, hoor. Stel mijn schatkistje ophalen. Die hier ergens staat. Shit, waar is mijn schatkistje? Schatkistje? Oh, die zit zeker binnen het huis, hè? Of niet? Goedendag. Iedereen is dood. Maar ik heb wel mijn schatkistje. Een kaartje. Oeh. Ik heb een kaartje en een... Oh, ik weet niet wat dat voor schijf was. Maar mijn rugzak zit vol. Dus dan gaan we terug naar het kamp. In de auto van de enemies. Dus kom erop. Oh, het is geen aap. Dit is een fucking... Wat ben jij? Een flauw idee. Oké, gassen maar. Kijk even die bomen, jongens. Oké, op naar de A. Aan de kant. I'm the Drift King. Woehoe! Het is wel leuke muziek, man, in dit spel. Holy shit. Lekker rustgevend, hoor. Oh, ze hebben zelfs reclame, joh. Zo. It's all bullshit. Would you have a PhD in writing bullshit? It has to be soul-crushing just typing out thousands and thousands of lines of the same shit, saying every day, hey, Bugun is great. Bugun is wonderful. Bugun is awesome. Bugun is an amazing... Iedereen kan stoppen, jongen! Wauw, maar je gaat dan niet midden op de weg stoppen. Zonder mensen, man. Ja, we zijn er weer. Hoi, ingeparkeerd. Tada. Hier zijn we weer, jongens. Ik moet eventjes wat shit gaan verkopen. Hoi, ik hoor bij je, vriend. Goed te zien. Oh, good to see you. Hij kent me al. Aight. Ik moet eventjes die shit verkopen bij het element. He used to make clothes for the whole family. Now he makes uniforms for the Golden Path. Oké dan. Goed, goed om te weten. Ik begin opeens de rem tegen hem te praten, welke lang ze ren. Oh, hier nog een. This is why we will prevail. We are leaving the mistakes of the past behind. Dat zei je vorige keer ook al, mevrouw. Je moet niet alles twee keer zeggen. Oké, ik ben er weer. Ik wil even wat shit verkopen, want mijn rugzak zit vol. Nou ja, dit. Dit hoef ik sowieso niet. Kaartje hoef ik ook niet, of wel? Een prepaid kaart voor de telefoon. Een zakdoek. Drugs. Stripboek. Kauwgom. Anticonceptie. Een gouden badge in de vorm van een 5-sterren punt. Met een gekruiste kukru. En geweer in een rode cirkel. Leuk. Leuk. Koop ze me allemaal. Oh kut, nu heb ik het verkeerde verkocht. Maakt niet uit. Koperen draad. Nike-it. Maatverband. Printplaat. Een groene printplaat vol weerstanden, chips en andere onderdelen. Geen idee wat het doet. Maar het misschien nog wel wat waard. Ja, 7400. Een vork. Een oké handschoen. Een latex handschoen. Bedekt met bruin rood. Handvorm. What the fuck, jongens? Oud geld. Flesje alcohol. Oh, mijn portefeuille zit vol. Ik heb te veel geld, man. Ah, oké. Wacht, daar koop ik nog wel even iets. Als ik toch vol zit, dan kan ik net zo goed nog even iets kopen, joh. Kan ik al iets aanpassen? Holsters. Oeh, oké, dan moeten we dus maken. Oké. Kijk, dan kunnen we even iets kopen, want we hebben toch te veel geld. Goud! Oh, yo! Dat is wel 80.000, maar het ziet er wel sexy uit. Nee, maar dat wil ik niet. Doe maar klassiek. Ik hou wel van klassiek. Ja. Oké. Alright, even munitie aanvullen. Oké, klaar. Stay safe, dankjewel. Hier kan ik ook nog shit doen, man. Oh, hier is de ingang. Ik had de ingang te zoeken. Oh, dit is mijn eigen kamertje. Hier kan ik ruilen. Mogens Gills dagboek. Oké dan. En hier kan ik hem ook... hier kan ik hem volgens mij ook opslaan, of niet? Oh, hier kan ik de tijd wijzigen. Aha, dat is wat chill. Dus dan kan ik gewoon de klok voor of achteruit zetten als ik bij bepaalde tijd bij een bepaalde missie moet zijn. Dus dat is wel nice. Oké dan. Chill. Weten we dat ook meteen. Kunnen we weer door naar de volgende missie, jongens.
Naar de A toe. We gaan naar de A. Naar de B, naar de C, naar de A, 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 A. Jongens, hier staat dat meisje dat net een beetje boos op me werd. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus ik hoop jullie morgen weer om 3 uur precies te gaan zien bij de volgende aflevering. Als je hebt genoten, dan op die like-knop. En ik zou zeggen, tot morgen jongens. Bye bye.